voor het Weekjournaal. Daan Huiskamp, de keeper van DVS 1. En dat sinds pakweg een jaar of vijf geleden. 2 à 3 maanden geleden, Daan, kreeg jij te horen van de TC. Je contract wordt niet verlengd. Toen ging er wat door ons heen. Er ging er wat persoonlijk door mij heen. En ik denk bij jou ook. Zeker, Piet. 5 jaar, wat je zegt. En dat je dan te horen krijgt dat je contract niet verlengd wordt, dat is, is nooit leuk. Absoluut niet. En was wel even omschakelen, inderdaad. Ik had vanaf november mijn plek weer terugveroverd. En dan is het natuurlijk aan de ene kant wel vreemd dat je met wat dat betreft een goed functionerende eerste keeper niet verder gaat. Nee. En dan zeker ook nog een keeper die zo ongelooflijk de energie erin gestopt heeft in zijn herstel. Want het leek hopeloos voor jou. Ja, klopt. Anderhalf jaar geleden zag het voetballeventje er voor mij wat minder rooskleurig uit. Alleen, ik heb me niet laten kennen. Ik heb keihard gewerkt om weer op niveau te komen. En ik denk dat met nog 1 wedstrijd voor DVS voor de boeg best aardig gelukt is. Ja. En toch, Daan, je hebt fantastische jaren volgens mij hier meegemaakt, of niet? En wij ook. Oh ja, weet je, dat staat buiten kijf. Ik heb hier mijn plezier echt weer teruggevonden. Toen ik van AGOVV afkwam, daar mijn contract heb ingeleverd en Henk Brentjes heeft mij toen de tijd opgepikt. Heb ik het plezier weer teruggevonden en heb ik gewoon echt 5 mooie jaren meegemaakt. Ja. Henk Brentjes is zelf keeper geweest, dus die heeft er ook een beetje extra verstand van. Dus hij wist wie die binnenhaalde. En we hebben natuurlijk genoten van fantastische momenten. Eén van die momenten, en ja, we gaan hem waarschijnlijk terughalen, maar dat was werkelijk ongelooflijk toen tegen Harkemaarse Boys. Waarbij, dat was een beetje een dieptepunt voor jou natuurlijk, hè? Uiteindelijk wel, ja. Ik heb natuurlijk ook een beetje nagedacht over een soort van afscheidsinterview. En dan denk je er ook wel over na, van wat gaat er besproken worden. Aan de ene kant is dat een verschrikkelijk moment geweest, want je hebt in die wedstrijd het kampioenschap 2 keer al in handen gehad. Maar mede door een fout van mij kwamen we die dag met lege handen te staan. Aan de andere kant heb ik daar een fantastisch mooi moment en een mooie foto met mijn zoontje aan overgehouden. Dus wat dat betreft, en dat we die week erop op Urk zo kampioen worden, dat maakt het helemaal fantastisch. Een schitterende foto met je zoon. Daarna, die week daarna, toen repte ik met hele hoge stem over die enorme redding van jou. Nou, ik dacht dat we toen met 1-0 voor stonden. En dat was cruciaal, want als Urk langs zij komt, dan is het zo'n ploeg die gaat vliegen. Nu Urk weer, hupsa. Jongen. Wat is dit mooi, wat zit dat? Een prachtige combinatie en nu een schot. Oh, schitterende reactie, Daan Huiskamp. Ja, nee, klopt. Het was op dat moment een heerlijke redding om zo'n bal is überhaupt lekker. Maar het moment, Urk zet op dat moment een beetje aan. En dat je daarbij DVS in de race houdt en toch scherp probeert te houden. Ja, dat is alleen maar lekker, inderdaad. Waar ik heel benieuwd naar ben is, hoe gaat het met die enkel? Ja, goed. Nergens last van. Nergens last van, het is niet te geloven. 31 jaar, maar nergens last van. Onvoorstelbaar. Ja, mooi. En je gaat naar Spakenburg en daar heb je toch wel een aardige concurrentie. Volgens mij zijn ze met nog een keeper bezig, of niet? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ik volg het een beetje vanaf de zijlijn. Ik weet eigenlijk niet wat ze voor volgend jaar voor een keepers allemaal hebben. De keeper die er nu in staat, André Krul, doet het fantastisch. Maar volgens mij heeft hij nog wel ambities om hoger op te gaan. Maar mijn vertrek hier bij DVS heeft wat dat betreft iets heel moois opgeleverd en dat is een overgang naar Spakenburg. En wat er vanaf juli staat te gebeuren, dat zien we dan wel. Eerst hier mooi afsluiten. Kou, lekker Daan Huiskamp. En tweede instantie gaat hij naast de goal. Wat een fantastische redding. In zijn laatste wedstrijd hier voor DVS. Waarschijnlijk omdat na competitie eigenlijk heel ver weg is, omdat de standen op de andere velden in het voordeel zijn van IJsselmeervogels. Maar een fantastische redding van Daan Huiskamp. Peters, Samoender, voorzet. Bij de eerste paal, nee, op de eerste paal. Of was het weer Daan Huiskamp? Aanval loopt verder via Samoender. Samoender, niet voorbij Benjamin Romeon, gaat wel ten koste van de corner. Daar houdt Daan Huiskamp opnieuw zijn goal leeg.
Oh, daar lette Lars Dekker even niet op. Nee, Koen Vloedgraven. Ik wou net zeggen ongeveer zijn enige foutje. Maar dat was dus in dit geval Koen Vloedgraven. En dat levert misschien Scheveningen een kans op. Maar nee hoor, natuurlijk staat daar Daan Huiskamp. Wat een keeper. Wat een keeper is dit. Hier een publiekswissel. Daan Huiskamp verlaat DVS en verlaat het veld. Krijgt een staande ovatie. Man of the match. En hij krijgt van de trainer Willem Leushuis de publiekswissel die hij absoluut verdient. En een staande ovatie hiervan wordt geknuffeld door alle spelers. Krijgt hier een daverend applaus van het publiek. Man of the match. Publiekswissel. Daan Huiskamp. Ik bedank jou, Daan. En ik denk dat het DVS-publiek en het TV-publiek en heel veel supporters jou ook bedanken. Nogmaals, Daan. Fantastisch. Ja, graag gedaan. Iedereen ook bedankt. 5 mooie jaren gehad. In een warm bad terechtgekomen. Vrijwilligers, mensen van de technische commissie, mensen van de businessclub, supporters, jullie van DVS-TV, de technische en medische staf. Ja, iedereen bedankt. En ik hoop dat jullie een mooi vervolg geven de komende jaren aan en op dit niveau mooi blijven voetballen. Dus dank jullie wel allemaal. Oké, jij heel veel succes. Dank je wel, Piet. Naast mij, Edmund Mijnheer. En als één speler mij enorm verbaasd heeft, vanaf het moment dat hij hier kwam, dan is het wel Edmund Mijnheer. Wanneer kwam je hier precies, Edmund? Ja, dat is nu 5 jaar geleden. 5 jaar geleden. En ja. Met het idee afbouwen? Nee, absoluut niet. Nee, zo'n persoon ben ik niet. Ik heb altijd een ambitie gehad. Ik denk dat ik een laatbloeier ben. De meest succesvolle jaren zijn toch wel naast Scheenemuiden en DVS geweest, ja. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Met als hoogtepunt. Ja, kampioenschap. Niet te missen. Kun je dat nog herinneren, dat fantastische moment dat wij het over ene Jan Flap hadden, Edmund? Ja, dat kan ik me goed herinneren, ja. En daar hebben we Edmund Mijnheer natuurlijk ook. Edje. Ah, helemaal niets! Helemaal niets! Helemaal niets in Arkema! Helemaal niets in Arkema! Helemaal niets in Arkema! Helemaal niets! Helemaal niets! Helemaal niets in Arkema! Oké, wel geweldig. Oh, wat mooi, hè. Weet je nog dat jouw Flap hier stond vorige week? Ja. Diezelfde Jan. Nou, wij hebben het makkelijker. Hij zei, wij hebben het makkelijker tegen Flevol Boys. Ja. En DVS heeft het heel moeilijk op, Urk. Ja. Nou, wie had het moeilijk? Nou, wij niet. Urk? Ja, wat nee. Heb je het mooi gedaan, hè? Ja, dit is onvergetelijk. Ja. We hebben een historie geschreven, man. Ja. Kom op, hè. Ja. Dan gaan we vieren. Ja, prachtig. Die wedstrijd die uit bij Urk, dan hoor je van de supporters langs de lijn dat Harkema op dat moment achter staat en wij voorstaan. En dan, laat dan die 90ste minuut maar snel komen. En die kwam eigenlijk ook wel. Fantastisch gewoon. Mooi feest gehad, hoogtepunt hier zo. Hans Kuster, Edmund Mijnheer en Richard Terpstra, allebei. Edmund Mijnheer en Richard Terpstra, let op. Het ultieme moment gaat nu plaatsvinden. Hans Kuster reikt de beker uit. Ja. En dat is hem, man. Dat is hem. Is dit niet mooi? Hey. De twee wedstrijden, weet je wel, die een na laatste tegen Harkemaarse Boys, toen je in een rollercoaster van gevoelens terechtkwam die jij waarschijnlijk nog nooit had meegemaakt. Eerst een werkelijk spet
spetterende kopbal. Zoals jij die alleen maar kan dat net dat spatten uiteen. En stonden we met 3-2 voor. Komt-ie. Hoog voor de pot. Ja, 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 ja! Edmund Meijer! Wat is dat mooi! Wie anders dan Edmund Meijer? Die, oh, oh, oh! Hier wacht hij het hele seizoen al op. Wat een schitterende kopbal van Edmund Meijer. En zie zijn gezicht, zie zijn geluk. Oh, 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 dit is echt heel mooi. Hier geniet hij enorm van. Jonge, jonge, jonge. Ook een prachtige aangesneden corner van Mike Arends. Kijk, kijk, kijk. Hij balt zijn vuist naar het publiek. Hier heeft hij alleen maar van gedroomd. En dan uiteindelijk met lege handen komen te zitten. Ja, op dat moment dacht ik echt vanuit die corner dat ik hem inderdaad erin kop. Hier thuis wel. Dan dacht ik, nou, dit is de winnende. Ik op mijn oude dag sleep kampioenschap binnen. Boom. Geen 2 minuten later lag hij al aan de andere kant. Dus dat was 3-3. En vrij vlak erachteraan was een 4-3. Dus de droom ging op dat moment wel in duigen. Jij dacht bijna einde carrière. Ja, geen topklasse op dat moment. Toen gingen we met de boot naar Urk. Ja, fantastisch. Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, precies. En toen heb je nog een prachtig jaar gehad in de topklasse. Ja, ja, dat was ook. Ik zag er altijd wel tegenop. Topklasse, verre reizen en alles. Maar topklasse was het mooiste. Echt absoluut mooiste ding in, het, ja, in mijn voetbalcarrière. Ja. Ja, wat was dat je hoogtepunt? Het in de topklasse spelen of het kampioenschap? Nou ja, 1-op-1 denk ik. Hè? Als je kampioen wordt, ga je klasse hoger. En dan ja, is topklasse allebei 2 hoogtepunten. Ja. En bij hoogtepunten hoorde natuurlijk ook een beetje de dieptepunten. Dat was ja, eigenlijk een beetje het afgelopen seizoen. Had je anders gehoopt? Dit is echt een teleurstellend seizoen voor mij geweest, ja. Ja, ja, daar baal ik enorm van. Ja, ik kan alles natuurlijk gaan roepen. En, ja, maar dat... Ja. Jij verwijt jezelf in ieder geval niks. Je hebt er alles aan gedaan. Nee, ik heb mezelf verwijt met helemaal niks. Ik heb in de tweede gespeeld om wedstrijdritme te houden. Tegenover in ieder geval, laat ik zeggen, voorgesteld om dat te doen. Om wedstrijden fit te blijven. En als ze mochten en als ze me nodig hadden, dan kon ze mij inzetbaar. Inzetten in ieder geval. Maar goed, ja, zelfs dat is er helemaal niet gebeurd. En dat, ja, wie neem je dat kwalijk? Nou, ik neem mezelf helemaal niks kwalijk. Ik ben zeer teleurgesteld. Ja, dat snap ik. Maar goed, de hoogtepunten die blijven, denk ik, het langste hangen bij jou. En bij, denk ik, alle supporters van DVS. Ja, ik heb gewoon 5 fantastische jaren gehad. Ook met het laatste seizoen. Ik denk wel dat ik een clubman ben hier ben geworden. Ik denk zeker tegenover de vrijwilligers. En dat ik allemaal met iedereen een goede band heb opgebouwd. Ja, het is gewoon, er komt gewoon op dit moment gewoon even een einde aan. En dan ga ik lekker bij hier voetballen. En ja, goed, dat is ook een ambitie. Ja. Ja, precies. Wensen we je veel succes mee trouwens. Maar heb je nog een heel kort slotwoord voor alle DVS-TV-fans? Een slotwoord. Nou, iedereen hartstikke bedankt voor jullie support. Ik denk dat ik een aantal vrienden heb aan overgehouden hier zo. En dat zeker de twee achter de camera op dit moment, Lex en André. Nee, super. Ik heb gewoon een fantastisch 5 jaar gehad. En jammer dat het zo af moest sluiten. Maar mijn dochter blijft de mooiste, Edmund, hè? Nee, dat is Joke. Oké, heel goed. Bedankt, hè? Geen dank. Hoi.